Ik kan eerst, we gaan beginnen met de rekenles. Wij gaan vandaag leren hoe we het cijfertje 10 moeten splitsen. En we gaan vandaag leren hoe wij een antwoord moeten geven op een som zonder te tellen. Nou, hoe dat rekenrekje ook alweer werkt, want die gaan we vandaag gebruiken, dat gaat Arie aan ons uitleggen. Gekke Arie, dit is een rekenrek hoor, geen klimrek. Kun je mij helpen met uitleggen hoe het rekenrek werkt? Je begint altijd met alle kralen aan de rechterkant. Er zijn twee kleuren kralen, rode en witte. Van elke kleur zijn er 5. Dus net zoveel als er vingers aan je hand zitten. Als je 7 kralen wilt opzetten, dan is dat heel makkelijk. Heel goed, je kunt eerst 5 kralen opzetten en daarna nog 2. Dan heb je er 7. Met een rekenrek kun je ook dubbelen. Nu staan er 3 kralen boven en 3 kralen onder. Dubbel 3. Dat is 6. Tja, zo kun je het rekenrek natuurlijk ook gebruiken. Gekke Arie. Wij gaan vandaag splitsen. En dat gaan we doen met een rekenrekje. Maar voordat ik dat ga doen, laat ik zien dat je ook kunt splitsen met een eierdoos. Ik heb hier een eierdoos met daarin 10 eitjes. 5 eitjes boven en 5 eitjes onder. Samen zijn dit 10 eieren. Ik ga zo meteen eieren laten verdwijnen, want ik ga mijn vinger daar overheen leggen. Ik wil dat je een potloodje pakt nu. En ik wil dat jij nu bij dit tabelletje op gaat schrijven. Hoeveel eitjes zien we nu nog? Ga ze eens tellen voor mij. Oké. Dit zijn 5 eitjes. Die ga ik niet tellen, want het kost heel veel tijd. 5, 6, 7, 8... 9. 9 eitjes kan ik nog zien. Oké. Nou moet ik opletten, want ik mis nog iets. Want ik heb er hier 9, maar ik moet er 10 hebben. Want het zijn 10 eieren samen. Hoeveel eitjes heb ik dan verstopt? Het zijn er samen 5 aan de onderkant. En aan de bovenkant zie ik er maar 4. Dan betekent het dat ik hierboven een eitje heb verstopt. Maar hoeveel eitjes zijn dat? 1 eitje. Want 9 en 1 is samen 10. Goed zo, de volgende. Nou, daar gaan we hoor. Ik ga even een paar eitjes verstoppen. Even kijken. Oh ja. Hoeveel eitjes zie je nu nog in het beeld? Tel ze eens voor mij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, ik schrijf 8 op. Maar goed, ik moet er samen 10 hebben. Dus ik mis een paar eitjes. Dit horen er 5 te zijn. 1, 2, 3, 4. Hé, daar zit er eentje onder. Oh, aan de bovenkant zit er ook eentje onder. Maar hoeveel eentjes zijn dat samen? Hoeveel heb ik er verstopt? 2. Ik wil dat je die opschrijft, want 8 en 2 is samen 10. Oké. Ik heb hier nog een paar lege tabelletjes en ik wil dat je die zo meteen zelf in gaat vullen. Schrijf op hoeveel eitjes je nog ziet en ik wil dat je zelf een paar eitjes laat verdwijnen. En je mag zelf kiezen hoeveel eitjes dat zijn. Let op, deze twee getalletjes moeten samen 10 eitjes zijn. Oké, ga naar de volgende som. Want je kunt niet alleen maar splitsen het cijfertje 10 met een eierdoos. Nee, wij kunnen ook gebruik gaan maken van het rekenrek. Want wij hebben aan alle kindjes een rekenrekje meegegeven naar huis. Ik wil dat je het rekenrekje pakt. En heb je hem nog niet bij de hand, zet je het filmpje even op pauze. Ik ga wel alvast door. Dus zet het filmpje dan weer aan als je het rekenrekje hebt gepakt. Ik heb hier een rekenrek. Ik ga er even bij staan, want anders kunnen we niet alle kraaltjes zien. Wie kan mij vertellen hoeveel kraaltjes er aan de bovenkant zitten? Hoeveel kraaltjes zijn dat samen? Dat zijn er samen 10. Ik hoef de kralen ook niet te tellen, want ik weet het. Ik weet dat we 5 rode hebben en 5 witte en samen zijn het er 10. Net als bij een eierdoos kan ik deze kralen zo meteen gaan splitsen. Ik heb aan de voorkant 7 kraaltjes gedaan. 5, 6, 7. Hoeveel kraaltjes zitten er dan nog aan de achterkant? 1, 2, 3. 7 en 3 is samen 10. Oké. Ik wil dat jij nu op je rekenrek 5 kraaltjes laat zien. 5 kraaltjes aan de voorkant. Hoeveel kraaltjes zitten er dan bovenaan nog aan de achterkant? 5. En dit zijn er ook 5.
Hey, 10 kan ik dus splitsen in 5 en 5. Want 5 en 5 is samen 10. Oké. Nog eentje. Ik wil dat je 1 kraaltje opzij schuift. 1. Maar hoeveel kraaltjes zitten er dan nog aan de andere kant? 1 kraaltje aan die kant en hoeveel zijn het dan aan de bovenkant samen wat hier staat? 5, 6, 7, 8, 9. Hoeveel zijn het er? 9. Want 1 en 9 is samen 10. Wij gaan dus vandaag niet alleen maar gebruik maken van eierdozen. Wij gaan ook gebruik maken van het rekenrek. Omdat aan de bovenkant van een rekenrekje ook 10 kraaltjes zitten. En daarmee kunnen wij dus het cijfertje 10 gaan splitsen. Zoals je bij het voorbeeldje ziet. 7 kralen aan de ene kant en 3 aan de andere kant. Let wel op dat als je de 10 gaat splitsen met een rekenrek, dat je alleen de kraaltjes aan de bovenkant gebruikt. Nou, wat gaan wij vandaag doen? Ik heb al uitgelegd dat wij gaan leren hoe we het cijfertje 10 moeten gaan splitsen en het antwoord weet zonder te tellen. Ik heb hier zo meteen een hulpmiddel die je altijd mag gebruiken, want ik heb hier een eierdoos. Er ligt wel een doekje overheen, want we hebben 10 eitjes in de doos. 4 eitjes kunnen we zien. Daaronder zijn er 5 en eentje aan de bovenkant als nummer 6. Ja, oh, 4 en 6, want 4 en 6 is samen 10. Die 4 en die 10, als je het goed hebt onthouden, weet je dat bij ons in het klaslokaal de verliefde getallen op het raam hangen. En de 2 hartjes 4 en 6, die hangen daar ook tussen, want 4 en 6 is samen 10. 6 en 4 is ook samen 10, want je mag de hartjes ook omdraaien. Nou, som 1 hebben we net samen gedaan, hè? Dus die heb je als het goed is helemaal ingevuld. Met som 2, het rekenrekje, heb ik net voorgedaan, daar hoeven we niets meer mee te doen. Met som 3 gaan we wel splitsen. Ik heb hier weer een eierdoos. En in die eierdoos, daar zitten 10 eieren in. Nou, een aantal eieren die kan ik tellen. 1, 2, 3, 4. Oké, 4 eitjes kan ik zien. Maar hier aan de onderkant zijn alle eieren weg. En hierboven mis ik er ook nog 1. Hoeveel eitjes zijn dat dan samen die ik niet zie? Ik wil dat je dat opschrijft aan de onderkant. En let op, deze 2 cijfertjes moeten samen 10 zijn. Vind je het lastig om te achterhalen hoeveel hier nou onder zit? Dan kan je natuurlijk altijd spieken bij deze eierdoos. Kijk, want we zien hier 4 eitjes. Die zie ik daar ook. Dat betekent dat die hele onderste rij weggetoverd is. Daar zit een doekje overheen. Die zijn sowieso allemaal weg. En aan de zijkant mis ik ook nog iets. Want kijk, het zijn er precies 4 die we nog kunnen zien. Dan kun je tellen onder je vingers hoeveel eitjes er dan nog bij moeten om weer een volle eierdoos te krijgen. Heb je dat gedaan, wil ik dat je hier gaat tellen hoeveel eitjes kun je zien. Die schrijf je op. En hoeveel eitjes er zijn verstopt, schrijf je eronder op. Deze 2 samen moeten 10 zijn. Dat doe je dadelijk ook met de rest van de eierdozen. Op de volgende bladzijde wil ik dat je de bovenste som ook maakt, som 4, want dat is 1 ster. En 1 ster die kunnen we allemaal. Ik heb een rekenrek en ik ga het cijfertje 10 splitsen. Aan de bovenkant van je rekenrek zitten 10 kraaltjes. De onderste kraaltjes, daar gaan we niet naar kijken. Alleen naar de bovenkant, want dat zijn 10 kralen samen. Hoeveel kralen zitten er aan deze kant? Dat schrijf je daarop. En hoeveel kraaltjes er aan die kant zitten, schrijven we daarop. Want die kralen samen zijn 10. Ik heb weer aan de bovenkant 10 kralen. Ik wil dat je die kraaltjes telt, daarop schrijft. Ik wil dat je de kraaltjes aan die kant telt en daarop schrijft. Die kralen samen zijn 10. Dat mag je dadelijk ook bij de volgende rekenrekjes doen. De moeilijke som. Ik ben benieuwd wie deze som al kan maken, want het is een 2-sterren som. Ik hoop dat je het probeert. Misschien zit er wel eentje tussen die in ieder geval kan. Ik heb een eierdoos met 10 eieren. Alleen zitten die eierdozen dicht. Dus we kunnen de eitjes niet zien. Wij moeten proberen om dit uit ons hoofd te doen. Lukt dat niet, dan kunnen we natuurlijk altijd spieken bij deze eierdoos. Zijn er ook 10? Ik heb 10 eieren in een doos. Er zitten er 3 in. Hoeveel moet ik er dan nog bij doen om 10 te krijgen? Ik heb 5 eitjes. Hoeveel doen we erbij om 10 te krijgen? Ik wil dat je deze splitsingen gaat maken. Som 6 is de allermoeilijkste. Ja, lukt het niet? Ja, dan geeft dat ook helemaal niets. Lukt het je wel, is dat extra knap, want hij is 3 sterren, ontzettend moeilijk. Misschien weet je wel 1 splitsing, nou dan schrijf je die op. Misschien weet je er wel 2, nou dan schrijf je hem op. Ik heb het cijfertje 10 en die ga ik splitsen.
Ik schrijf hier een cijfertje op en daar een cijfertje op. En die twee cijfertjes samen moeten 10 zijn. Je kunt daarbij de bovenkant van je kralen gebruiken van je rekenrek. Je kunt een eierdoosje gebruiken met 10 eitjes. Maar natuurlijk ook misschien je hoofd of je weet de verliefde getallen van het raam. Ga eens kijken hoe ver je komt. Doe je best. Zet hem op.